Dag 2 van de Vuelta Holanda, 204 kilometer door het Drentse land van Assen naar Emmen. Een etappe die bijna wel moet eindigen in een massasprint. Ja, zeker. Ja, ik denk dat heel veel ploegen belang bij hebben om de massasprint te laten worden. Met name Quickstep natuurlijk met Tom Boonen die vandaag de trui kan pakken. Garmin met Tyler Farah. Maar dan heb je nog met Nati Ligas, blij met de Oscar. Dus daar gaan we wel echt ploegen veel voor rijden, dus ik denk het wel. Hij is heel leuk. Ja, today is the first chance for the sprinters, so we will try to be in the best position. What's your plan today? To be always in front, because I think the roads are not really big, and it's important to be in the front for the crashes. Onderweg in Witteveen is er een bijzondere call van de vierde categorie, Monte Relus. Het is een eerbetoon aan de overleden commissaris der koningin, Relus ter Beek. Hij zorgde er mede voor dat de Vuelta naar Drenthe toog. Hier zien we vijf renners op kop, waaronder Tom Lezer, die als eerste zal doorkomen en daarmee de rode bergtrui pakt. Kippenvel. Gewoon één woord kippenvel. En vooral als je dus met de wielrenners toch langs ziet rijden, dan denk je van hé. Dit gaat eigenlijk zo snel. Dat zie je normaal gesproken nooit. En iedereen kent nou Witteveen. Fantastisch! Fantastisch! Mooi! Super! Fantastisch! Heel leuk! Leuker dan in Hogeveen! Op 10 kilometer van de streep zijn alle koplopers teruggehaald en wordt er voorbereid voor een massasprint. Siolek wint. Oscar Freire zit te ver van achteren. Ik denk dat was really fast final, because all the day we were in the small roads, and just the final part was really really big, so the speed was too high also, and I was really back for the sprint, and when I start the sprint the head of the peloton was too far to catch them. Maar het bemachtigen van de bergtrui door Tom Lezer doet de Rabo's glunderen. Goed hè? Heel goed zelfs. Want het was de bedoeling dat we die bergsprint gingen pakken. Een plan blijft plan best moeilijk uitvoeren. Dat lukt natuurlijk wel schitterend. Je was scherp bij die eerste ontsnappingen. Ja, daar moet je altijd een beetje geluk mee hebben. Want soms spring je 20 keer en dan zit je niet mee. En ik sprong nu één keer en ik zat wel bij, dus had ik wel geluk bij. En nu rij jij als sprinter in een rode bergtrui. Nu rij ik 3 dagen de bergtrui, ja. Dus maar ja, dat is ja, leuk hè? Heel leuk. Geniet ervan. Ga je er nou ook nog in slapen vannacht? Ik denk niet dat ik erin ga slapen, denk het niet. Zo ver gaat het nog niet komen. Ik heb hem ook nog niet trouwens, dat ik hem morgen krijg. Maar ik ga er wel heel even van genieten.